fucking 21 graden. Hey kijkers, ik ben weer terug van weg geweest met vandaag een nieuwe video voor jullie. Zoals jullie zien zit ik weer op een andere locatie. Ja, bijna elke week wat anders. Maar ja, vanaf nu wordt dit toch wel echt de soort van vaste locatie. Ik heb namelijk een zolderkamertje, dat is nu van mij geworden. Dus ik heb nu een slaapkamer en een studiokamer, soort van. Het is niet echt een studio, maar ik kan hier gewoon, ik heb hier fijne plek om op te nemen en alles. En ik heb hier allemaal leuke decoraties achter me staan, maar bij nader inzien zie je ze dus helemaal niet. Nou, dat ziet er ook niet uit. Hartstikke leuk. In ieder geval. Ik zat dus vandaag op school en ik heb een aantal dingen gewoon echt ontzettend vaak gezegd. En dat viel me dus op en ik dacht, weet je wat, ik ga daar gewoon een video over maken. Terwijl je hebt het waarschijnlijk al aan de titel gezien. Dingen die we heel vaak zeggen op school. En met vaak bedoel ik dan ook echt elke dag, elk uur. Natuurlijk, de drie bekende woorden. Ik ben moe. Ik ben zeg maar altijd moe op school. Het maakt niet uit welk uur, is het het eerste uur of het laatste uur. Ook maakt het niet uit of ik 2 uur heb geslapen of 36 uur achter elkaar. Ik ben gewoon moe. Dan hebben we een zin met 4 woorden en die 4 woorden zijn ik wil naar huis. Deze zin zeg ik meestal na de eerste 2 meter in school en daarna nog zo'n 587.000 keer. Het derde ding bij mij is, daar is mijn vriendje. Deze jongen in kwestie weet overigens niet dat wij al 7 maanden een relatie hebben, want ik ben de enige die dat weet. Het volgende ding is, wat is er met mijn haar gebeurd? Ja, dat zeg ik ook altijd. 'S Ochtends voordat je weggaat zit je haar echt helemaal goed en denk je, oké, vandaag wordt het eventjes een goede dag op school. Maar als je op school komt en je hebt er een lange bus of fietsreis op zitten, dan is je haar ineens helemaal fucked. Dan sta ik in de spiegels in de wc, waar het licht overigens echt afschuwelijk is. Het is echt gewoon, het maakt je hele hoofd gewoon helemaal kut. Dus dan lijkt het alleen maar nog erger en is je haar gewoon helemaal fucked en dat blijft dan zo de rest van de dag. Ook al stond je 's ochtends voor de spiegel dacht van, oké, dit gaat er worden, vandaag gaat het echt goed. Nee, je komt op school en het is helemaal lelijk. En dan vraag ik me dat echt 87 keer af. Een ander ding wat we vaak zeggen is, daar is je grote vriendin. Natuurlijk is zij helemaal niet je grote vriendin, want het is super sarcastisch. Ze is juist niet je grote vriendin, want jullie mogen elkaar gewoon niet. En dat hebben we denk ik allemaal wel eens met iemand die op school is, die je gewoon blijkbaar niet mag. Zij mag jou niet, jij mag haar niet. En dat is gewoon zo, maar het kan net zo goed ook je lerares zijn, die ook echt je grote vriendin is. Deze zeg ik echt heel vaak. Ik heb mijn boeken niet. Dat is dan of omdat ik mijn kluisloten maar vergeten, of omdat ik mijn huiswerk niet heb gemaakt en dat ik dan maar zeg dat ik mijn boeken niet heb, omdat ik er dan niks aan kan doen. Want dan heb ik het natuurlijk wel gemaakt, ik ben het alleen vergeten. Ja, sorry, dan kan ik niks aan doen, ik laat het de volgende keer wel zien. Maar dan vergeet je toch. Daarop inhakend ben ik ook wel eens goud eerlijk en zeg ik heb mijn huiswerk niet. De reden hiervan is dat ik echt absoluut geen zin en motivatie had om het te maken. Maar dat weet de leraar niet, want tegen de leraar zeggen we dat we een ontzettend belangrijke afspraak hadden met onze oma of in het ziekenhuis, of je moest opeens uit het vliegtuig springen, dat kan ook natuurlijk. Dus ja. En het laatste ding waarvan ik zeker weet dat iedereen zich dat wel eens afvraagt of ook gewoon hardop uitspreekt, dat is, what the fuck heb ik hier later aan? Ik bedoel ja, natuurlijk, op school ben je om te leren, maar sommige dingen die boeien me gewoon zo helemaal niet. Nou vind ik Nederlands literatuurgeschiedenis, dat vind ik best een leuk vak. Maar als ik erover na ga denken wat ik hier later aan heb, dat ik moet leren over rederijkerskamers en het feit dat ze nou nog steeds niet weten wie het Wilhelmus heeft geschreven, dat boeit me eigenlijk vrij weinig. En dan heb je natuurlijk wiskunde, er zijn ook wel een paar dingen die je wel moet weten, zoals ja, dat je als je plus moet doen, dat je dan niet ineens min gaat doen en een keersom en zo. Daar heb je denk ik wel wat aan, maar de rest, I don't know. Nou, in ieder geval, dit was de video van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En natuurlijk heb ik nog een vraag aan jullie. Wat zijn de dingen die jullie heel vaak zeggen op school? Waar je jezelf elke dag op betrapt, wat je echt elke dag zegt. Misschien wel elke lesuur, want deze dingen zeg ik echt wel elke lesuur. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de 25.000. En ik zie jullie bij de volgende video. Joe!